Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag voor mij zaterdag en er is afgelopen donderdag iets gebeurd. Namelijk, ik wilde deze video gaan editen, de weekvlog. En toen was ik al mijn beelden kwijt. Ik weet niet wat ik heb gedaan, ik weet niet wat ik heb uitgesproken, maar het is dus wel allemaal weg. Dus ik heb nu niks. Dus vandaar dat in plaats van een weekvlog een eendaagse vlog. Ik ben aangekleed. Het is 9:10. Ik was een behoorlijk tijdje op, maar ik ben nog wat dingen gaan doen. Ik ben gaan opruimen en van alles. Maar goed, ik ben dus aangekleed nu. Ik heb dit shirtje aan van de, als ik het goed heb, New Yorker. Zonder mouw, want het wordt vandaag mega warm. Ik laat het ook allemaal dicht. Want anders dan kunnen we hier vanmiddag wegsmelten. En ik heb deze zwarte legging aan van Bonprix. En ik heb mijn zwarte Nike's met mijn oranje veters, omdat ik nog steeds normale kleur veters moet gaan halen. Het wordt dus vandaag gewoon 27 graden. Afgelopen week is het heel gek weer. De ene dag was het warm, dan was het weer koud. En vandaag wordt het heel warm. Maar ja, we gaan vandaag naar de Cavia Stichting. Want we gaan een caviaatje halen. Liva. Ja, weet je, eigenlijk duurde het nog heel eventjes voordat we er mee konden nemen. Maar ja, vandaag gaan we er halen. Liva, die zit in haar verblijfje met de andere cavia's. Het klikte echt hartstikke goed, daar waren we heel blij om. Het was allemaal niet ruzie zoeken of weet ik het wat. Het klikte goed, ook tussen Liva en Boris, dus dat was heel fijn. Dat was natuurlijk het enige mannetje. Ja, het is nu eigenlijk gewoon kijken van joh, hoe reageert ze? Ze moet een beetje wennen, ze moet een beetje ondervinden wat betreft het hok. Het enige nadeel is dat in de auto ze mij onder had geplast, want ik had er op schoot. Dus ik moest me even omkleden. Dus ik heb gelijk een kortere legging aangedaan en een t-shirtje, zodat mijn schouders niet verbranden. Ik ga nu onderweg naar het centrum, want mijn ouders hadden een paar, hoe noem je dat, van die papegaaiensnoepjes nodig, van die gedroogde fruitdingen. Maar ze hadden zo niet zo heel veel zin. En ze dachten van joh, het komt wel. Maar ik denk, ja weet je, anders ga ik toch binnen zitten. Dus vandaar dat ik nu dacht, weet je, ik ga er lekker heen.
Vandaar, ik heb mijn tas bij. Kan ik alles lekker in doen. En ik ga gewoon lekker lopen naar het centrum. Ik pak voor een klein stukje wel de metro, anders heeft hij heel ver. Voor 3,5 de metro. En vanaf daar loop ik lekker richting het centrum. Het is heerlijk weer. Het is super warm, het is windstil. Mijn opa en oma die zijn momenteel bij Jesse aan het oppassen. Nou kon ik daar niet heen. Dus mijn probleem was, ik wilde er wel heen, maar het ging dan net even niet door. Dus vandaar dat ik na het avondeten mijn opa moet terugkomen om de kat eten en medicijnen te geven. En daarna neemt hij mij mee naar Jesse toe. Want ik wilde wel graag nog even naar Jesse toe. Ik vind het wel gezellig. Dus of niet, ik twijfel nog een beetje. Of ik wel of niet zou gaan. Aan de ene kant wil ik wel graag. Maar aan de andere kant denk ik bij mijn eigen... Ik heb aan de ene kant ook niet zo heel veel zin om daar de hele avond te gaan hangen. Dus het is een beetje dubbel. Even kijken wat ik wil gaan doen. Maar goed, in ieder geval, ik geniet nu heerlijk van het weer. Ik heb geen zin om binnen te gaan zitten. In de tuin zitten vind ik ook zo saai. Ik heb geen zin om iets te doen. Dus ik heb nu wat te doen. Ik moet naar de winkel voor papegaaisnoepjes. Die waren op. De mouse vindt het wel vaak lekker om even snoepje te eten. Dus vandaar dat we... dat ik jullie lekker even op pad meeneem naar het centrum. Iemand is hier creatief geweest. Een snoepkrijt. Leuk altijd. Al die kids lekker buiten. Heerlijk. Oh. Dus ik moet vanmiddag waarschijnlijk... Moet niet. Ik wil vanmiddag waarschijnlijk naar Jesse toe. Maar ik twijfel nog een heel klein beetje. Dus even kijken of we het wel gaan doen. Of dat ik gewoon lekker thuis blijf. Maar goed, dat zien we gauw genoeg. In ieder geval is het overal mega druk. Iedereen zit waarschijnlijk ook bij de ijssalon bij ons. Dat is gewoon, het is echt mega druk. Mega druk. Dus ja, ik ga nu op naar ons centrum. Goed, het is mega heet buiten. Het is volgens mij echt 28 graden. Maar zo voelt het dan wel. Ik ben klaar. Ik heb alles. Ik moet nu wachten op de metro. Komt over 2 minuten. Dus ik ga even bij de Julia kijken of de ketting al klaar is. En dan ga ik weer naar huis. Dan ga ik afkoelen. Want het is mega warm. Goed, ik ben weer thuis. Ik heb even andere oorbelletjes ingedaan. Deze wat lange hangoorbelletjes. Ik vond ze wel super cute. Het is even wat klassieker, wat anders. Het is inmiddels 16:42, dus het is 16:45, bijna. Ik heb mijn geweer omgekleed. Alweer. Ik heb namelijk dit zwarte topje aan en deze roze korte broek. Ik had het zo warm en aangezien ik vanavond naar mijn opa en oma ga om op Jesse te passen, dacht ik, het is vanavond waarschijnlijk een stuk kouder. Ha, daar zijn we. Het is vanavond waarschijnlijk een heel stuk kouder. Even mascara onder mijn oog. Dus, ik dacht, ik neem een t-shirtje mee. Een onderbroek, want je weet maar nooit wat er gebeurt. Misschien dat Jesse en ik met water wil gaan spelen ofzo. En een zo'n chille lange broek. Voor het geval dat het vanavond een stuk kouder is. De zon schijnt nog steeds volop. Het is echt heerlijk weer buiten. Het is mega warm, dus windstil. Het is echt warm. Maar ik dacht, weet je, ik ga gewoon deze lange oorbelletjes aan doen. Ze zijn niet mega lang. Maar het is wel even wat anders. Ik vind het wel leuk. Dus ja, ik heb me dus omgekleed. Dit heb ik aan. Maar het is niet heel erg. Maar ik moet mijn benen wel eventjes een klein beetje scheren. En ik dacht, ik heb mijn tonics te doen. Dus dat ga ik gewoon nu even doen. Goed, afgelopen week heeft mijn vader de kast in de badkamer van de muur gehaald. Omdat de lampen het niet meer deden. En daardoor moesten ze ook alles uit het kastje. En meer dan de helft wat in het kastje zit. Wordt ja. Ja hoor. Als je even een paar seconden hebt, kunnen even die kast aan het inruimen. Ik ben dus bezig nu met het uitzoeken van de spullen die in het kastje stonden. Er is vrij weinig van over. Dus dat ga ik je even indelen. Het zijn 3 planken, dat is mooi. Een plank voor mijn vader, een plank voor mijn moeder. En een plank voor mij.
Dus dat gaan we nu even doen. En waarschijnlijk heb ik de meeste spullen, maar we gaan het zien. Ik ga het even overbrengen. Goed, daar gaan we. Ik ben onderweg. Ik heb even een jasje aangedaan voor het geval dat het vanavond natuurlijk frisser is. Mijn opa en Jesse zijn onderweg hierheen. Ik ga alvast de kat eten geven. Mijn opa geeft daarna Tabby het pilletje. En dan gaan we terug naar Zuid-Beijerland. Ga ik daar eten. Ik heb niet zoveel honger omdat ik best laat geluncht heb. Omdat ik ook heel erg laat weer thuis was. Dus ja. Heel veel trek heb ik niet. Maar ik moet wel wat eten. Dus ja. Op naar mijn opa en oma. En Jesse wil vanavond nog een bad. Dus natuurlijk ook hartstikke gezellig. Dus ja. Het is in ieder geval heerlijk weer buiten. Het is nog steeds echt heerlijk. Het is warm. Ik heb een heel warme jasje aan. Ik had nog niet echt zin om hem te dragen, dus dan ben je wel even aan. Maar ze genieten van dit weer. Heerlijk. Dus ja, op naar opa en oma. Bender. Hier is Tabby. En met Tabby gaat het niet zo heel erg lekker, tenminste, voor zoverre. Dat was namelijk anderhalve week geleden, denk ik. Anderhalve week, volgens mij een beetje. Anderhalf à twee. Zijn we dus achtergekomen dat Tabby vocht vasthield rondom de hart en achter de longen. Dat is weggehaald. En dan blijkt dus dat ze hartpatiënt is. Dus daar moet ze medicijnen voor. En ze is al best op leeftijd. Ze is 14. Dus ik vind het nog knap dat ze hier zit. Want met die met dat gedoe met haar vocht achter de longen en de hart. Dat ze konden niks zien. Omdat het zoveel vocht was. Dus ze moesten op gevoel het vocht weghalen. Dus als ze te ver hadden geprikt en ze hadden de hart of de longen geraakt, dan was ze er gewoon niet meer geweest. Dus ja, ik vind het nog steeds een wonder dat ze hier zit en ik ben nog steeds blij dat ze hier zit. Hé, Tabby? Ik merk dat ze de laatste tijd ook wel een beetje in haar eigen levertje zit. Even wat eten pakken. Wat hebben we hier voor lekkers? Zeevis met garnalen. Dat vindt ze misschien wel lekker. Ik ga even de eten doen. En dan zie ik mijn opa en Jesse zo hierheen komen. En dan gaan we daarna iets eten. Ik denk dat ik gewoon alleen een patatje ga eten ofzo. Ik heb niet zo'n trek. Ik heb vanmiddag tosti's gegeten. Dus ik heb nu zo heel erg veel trek. Dus ja, ik ga even het eten voor de doen en dan wacht ik af tot mijn opa en Jesse hier zijn. Goed. Mijn opa is er, Jesse is er ook. Maar hij slaapt dus. Jesse is dus in slaap gevallen, zo lief. Gegeten. En we gaan nu even lekker in bad. Goed. En we zijn klaar. En even het bad een beetje aan het afdrogen. Een beetje. Zo. Naar mijn broek. Mag ik erbij zitten? Op bed? Oeh. Ja. Ja, voor het bij je. Ja. Is dat? Cheese. Cheese.
Marshall, ben een kat op zijn hoofd. Heel het bosje ingevallen. Oh jee. Is dat zo? Het is een zonnige dag. Dat is vandaag. Chase en Rubble zijn heerlijk aan het spelen op het strand. Dan horen ze plotseling een huilend geluid. Het klinkt heel ver weg. Mauw! Mauw! Het is een klein poesje op een speelgoedbootje. Het drijft richting de open zee. Oh, oh, roept de Rubble. Dat kleine poesje is in gevaar. We moeten snel naar Ryder toe, zegt Chase. Er drijft een poesje op zee, meldt Ryder. En hij wijst naar het scherm achter hem. We moeten die snoezie, poesieboesie, gaan redden. Blaft Rubble. Hij gaat rechtop staan. Kus van jou, lief schat. Lekker slapen. Ja.